Hier hebben we hem. De oude voltmeter. Met het oude boekje nog. Och, met dat boekje alleen al. Ja, met dat golfje erin. Daar stond alle informatie in hoe we moesten meten. Of ze erin. ...75 jaar Wegenwacht. Een hele mijlpaal. En in die 75 jaar hebben we heel veel dienstvoertuigen gehad. Denk aan, ja, de Volkswagen Transporter TSS, waar ik nu in rij. Maar ook andere voertuigen. Natuurlijk in 46 de motorfiets. De lelijke eend die gekomen is na de tijd. En nog veel meer auto's. In deze video's die ik ga maken, laat ik jullie andere voertuigen zien. In deze eerste video moet ik er wel een stukje voor gaan rijden. Blijf kijken. Heb je mensen die wat verzamelen? Denk aan postzegels of ja, iets van de ANWB Wegenwacht, bijvoorbeeld die oude schildjes wat je wel eens ziet. Hele grote verzamelwoede hebben ze dan, zeg ik altijd. Heel leuk om te doen. Maar je hebt ook mensen die, ja, die willen zelfs nog iets verder gaan. Zoals Johnny Koolman. Johnny is namelijk een Golf 3 variant, een oude Wegenwacht auto, helemaal weer aan het eren, aan herstellen. Ik ga eens even binnenkijken. Goedemorgen. Dag Piet, hoe is het? Allemaal goed. Mooi zo. Wat kan je doen? Wat kan ik voor je doen? Is Johnny er ook? Ja, zeker. Kom verder. Super, nou die kan ook gaan. Zo, dag Johnny. Hey, Robert. Ik mag het mondkapje af, volgens mij mag het mondkapje af, hè? Ja, voor mij mag je af, jongen. We hebben hier, lieve mensen. De spuiterij zetten we hier, dus wat dat betreft. Ja, het lucht wordt hier goed gefilterd. Ja, gefilterd dus, allemaal. Er zit allemaal goede afzuiging hier. Perfect. Hé, maar je bent wel mooi bezig. Ja. Super, dat is de achterklep zo te zien. Ja, die zijn we een beetje aan het opbouwen voor straks. We proberen eerst het grote deel er op te bouwen. Achterlichten komen we er weer in. Hij is vast gesloten afgelopen weekend. Kijk. Dus wat dat betreft, dan kom je op een mooi moment. Kom hier. Laten we eens even gaan kijken bij de auto. Ja, dat is even doen. Kijk, nou Johnny, hoe ben jij ooit op het idee gekomen om een Wegenwacht auto weer opnieuw op te bouwen? Het probleem is, ik heb niks met een eend, ik heb niks met een Renaultje. Ik kom uit een Volkswagenfamilie, kom ik weg. Kijk. En op dit moment waren er alleen maar eendjes en de Renaultjes waren er allemaal. Nou, ik heb samen met mijn zoon hebben we gezegd, oké, we gaan een auto bouwen, een Volkswagen. Nou, we kwamen wel een beetje het tijdperk van Golf 2 kwam ik ook op weg. Ja, Golf 2. Ja, Golf 2. Er zijn er natuurlijk ook heel veel van geweest. Ja, met het beruchte driehoekje er bovenop. Ja. En we zeiden van jongens, hey, die gaan we bouwen. Nou, op dat moment is er wat gebeurd. Ja. Mijn zoon is overleden. Ja. En ik heb gezegd van jongens, oké, we gaan verder met het project. Nou, maat van mij, een goede maat van mij, is autospuiter is die. En ik heb allemaal dingen verzameld. Allemaal van collega's uit de Wegenwacht hebben allemaal spulletjes naar me toe gebracht. Van de Golf 2. Prachtig mooi. Alleen op een gegeven moment gingen we hem dus goed bekijken. En dan bleek van jongens, hij was iets verder heen dan we hadden verwacht. Ah, kijk, de Golf 2 is dus eigenlijk, hij was gewoon compleet verrot eigenlijk. Hij was eigenlijk compleet verrot, precies. Ja. Dus hij was iets slechter dan we hadden verwacht, of iets behoorlijk slechter verwacht. Dus toen zijn we op een gegeven moment gaan we zoeken van jongens, we gaan zoeken naar de Golf 2. En toevallig kwam deze heel mooie Golf 3 voorbij. Nou, Johnny, ik zou zeggen, laat eens zien wat deze auto zo bijzonder maakt. Gaan we eens eventjes de deur openen voor je. Johnny, ik moet wel één ding zeggen, hij ziet er wel een beetje...
Ja, ik zeg het gemeen gezegd onderweg tegen de klanten ook wel eens. Als je nou niks te doen hebt, moet je er even met een stofzuiger doorheen. Dat gaan we een afloop doen. In de spuiterij is het altijd, ja, het wordt altijd stoffig, ja. Dat is top. Het mooie van deze golf is, deze golf 3 is, het is van een pieker geweest. Alles zit er nog in, wat we toen al destijds allemaal hadden. Dus we hebben het twin systeem, de oude telefoon zit er nog in, het oude navigatiesysteem, sommige mensen komen nog bekend voor, en dat zit er allemaal nog in. Hé, maar Johnny, wij praten natuurlijk in vaktaal nu. Een twin, wat is een twin eigenlijk voor de mensen thuis? Ja, een twin is, daar kregen wij vroeger al onze informatie kregen we erop, ja, van de auto, waar we naartoe moesten. Is de klant lid, ja of nee? Wat markeert er aan de auto? Alles werd daar opgezet. Tegenwoordig hebben we natuurlijk een tablet. En ja, in die tablet krijgen we nu alle informatie binnen. Vroeger was het dus gewoon een zwart-wit scherm. Ja, met een aantal regels. Ja, en als je het nou ziet, ja, je kunt zien hoe snel de tijd gaat. We lachen er echt om tegenwoordig. Wat zit er allemaal in de wegenwachtauto? Het twinsysteem, telefoonsysteem, navigatiesysteem. Het navigatiesysteem was gekoppeld aan het twinsysteem. Daar konden we dus al mee. Daarbij hadden we een heel mooi toetsenbord. En dan konden we nog dingen erin veranderen. Voor als er mensen een verkeerd kenteken hadden doorgegeven, et cetera. Achter in de auto, en ik herken dit nog zo goed, nou is de achterklep er niet, maar het was zelfs een klep waar ik regelmatig mijn kop aan stoot. En ja, het gereedschap is niet zoals tegenwoordig wat je vaak ziet. Hè. Heel veel in laders, zoals die mooie laders ook. Wat sommigen van jullie thuis wel hebben, mooi in de garage. Net als ik, hè, mooie laders met gereedschap. Maar het was altijd overzichtelijk opgehangen. Het had ook wel een voordeel. Je zag gelijk als er wat ontbrak, toch? Ja, klopt helemaal. Ja, we hebben natuurlijk geen compressor in de auto toen, hadden we niet. Wel 12 volt en 24 volt. Ook een mooie constructie, die kon je bedienen met de knoppen. Niets elektronisch geregeld, gewoon je drukt de knop in, relais werd bekrachtigd en knallen maar. Ja, echt, het is weer terug in de tijd, toch? Ja, klopt helemaal. We gaan helemaal terug naar 99 in principe. 99, ja. Daar is deze van. Super. En dan hebben we nog de ouderwetse meters hebben we nog. Deze is nog helemaal compleet intact, is deze nog allemaal. Hier hebben we hem, de oude voltmeter. Met het oude boekje nog. Och, met dat boekje het, alleen al. Ja. Met dat golfje, daar stond alle informatie in hoe we moesten meten, wat we ze erin hebben. Oude ampère tang. Ja. Nou, die was dan wel vrij modern toen die tijd, ja, maar toch, juist. Ja, leuk hoor. Dus dat zijn alle oude dingetjes, ze zijn allemaal helemaal compleet. Met wat we ook nog een keer gebruikten, om ergens in een stekje te komen. En dat waren de speldjes. Wegenwacht geel. Johnny, heb je verder nog wat bijzonders uit die tijd, wat we nog wel eens gebruikten, wat nu eigenlijk nooit meer gebruikt wordt? Nee. Dat is iets heel moois, dat is een noodontsteking, is dat? Een noodontsteking? En dan hebben we het niet over een ontsteking aan de tand, jongens, of aan de kies. Nee, we hebben hier nog een echte, originele, wegenwacht noodontsteking hebben we hier. Ja. Hij moet je bekend voorkomen, Robert. Ik ken het, ik heb er zelf niet in gehad, ik heb er wel eens gezien. Je sloot hem gewoon aan, op plus en min, en wat hij eigenlijk deed, hij gaf continu gewoon een vonk. Of een vonk, heel veel pulsen gaf je achter elkaar. En wat je daarmee deed was eigenlijk, je sloot hem dus aan op jouw mobielekabel. En de vonk kwam wel een keer over eigenlijk. Ja, die ging wel een keer naar de eerste cilinder. Ja. Toen hadden we geen katalysatoren en al die dingen. Ja. Ja, het was echt een dikke transistor met een trafo eigenlijk is het. Ja. Mobine. Ja, mooi voor die tijd. Een super ontvanger. We konden hier vastzetten. Ergens onder de motorkap konden we gaan vastzetten allemaal. Ja, dat was toen heel uniek en heel speciaal was dat. Echt voor de wegenwacht. Je kunt dus wel zien, het is een beetje, het moet allemaal nog schoongemaakt worden. Dat kreeg je natuurlijk in een spuiterij. Schuren en alles bij elkaar, maar het begin is er, toch? Ja, we zijn toch bezig. Wat mij altijd nog bijblijft, de zwaailamp. Die zwaailamp die zit natuurlijk, tegenwoordig heb je zo'n mooie lichtbalk op het dak, hè? En die zwaailamp zit hier ook op het dak, maar deze had één bijzonderheid. Dat was eigenlijk het idee, je kon hem, zoals ik zo mooi een keer met een training hoorde vroeger, boven het maaiveld uitzetten. Je kon hem dus omhoog doen. Ja, ik zou zeggen, Johnny, laat het zien. Daar gaat hij. Volledig niet elektronisch. Echt met de hand. Met de hand. Handje 1. Dat was nummer 1. En dan kan je nog zachtje hoger nog. Kijk. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar het was wel geniaal. Ja. Ondertussen wordt hier kei en keihard gewerkt. Ja. Het hart van de auto. Ja, wat ligt er onder de motorkap voor motor? Er ligt een hele mooie milieudiesel ligt eronder. Het was toen al een milieudiesel. Ja. En een echte turbodiesel was het.
Had volgens mij 70 pk, had hij ongeveer. Ja, precies. Plus minus. Ja. Varieerde een beetje, de ene 75, de andere 70. En ja, het was in principe een motor voor veel kilometers te ja, maken. Ja, precies. Hé, hey, wat me opvalt, ik zie hier een paar hele grote relais zitten en twee accu's. Klopt. Je hebt toch een één accu genoeg? Ja, maar deze niet. 12 en 24 volt hadden wij. Het zit namelijk zo, wat je achterin al zag, die mooie bediening. Die kon je dus zeggen, ik start 12 volt of ik start 24 volt. We deden ook wel een stiekem 24 volt laden, hadden we daar vaak zo'n broodroosterweerstand ja, voor. Nou kan je wel vertellen, menig auto, die accu die zat snel weer vol in die tijd. Klopt normaal. Ja. Nu even achter deze deur, ja, wat zit hier nog verstopt? Ja, hier hebben we nog heel mooi spul, heb je nog zitten. We hebben hier onze hele mooie compressortje hebben hier. We hebben ons ladekastje. Dat was dus een 12 volt compressor. Die ging niet echt supersnel, maar we hadden in ieder geval lucht bij ons. Ja. Want voor de tijd deden ze het met een, ik heb hem nog gehad. De voetpomp. Een voetpomp. Oh jongens, jongens, je brak je voet als je een band met 2,5 bar op wil pompen. Echt. Ja, en we konden dus nu in één keer. We konden een capiteurtje konden we gewoon spuiten. Ja. We konden een bandje konden we dus op pompen. We hebben hier nog heel mooi bij liggen allemaal. Onze heel ouderwetse bandenmeter. En dat was voor toen was het een luxe was het. Hier hebben we onze slangetjes hierin, van vroeger. Hier hebben we onze inbrekerapparatuur hierin, want dat deden we ook. Ja, stiekem inbreken in auto's. Inbreken, dat doen we in de vrije tijd. We maakten auto's los en inbreken, dat doe je dus niet. We maken auto's los. Ja. Hier hebben we onze ladekastje. Hij moet er gevuld worden. Ja. Alle spulletjes hebben we erin. ANP'tjes, boutjes, moertjes hebben we hier allemaal in. Moet er allemaal gevuld worden. Hier een laadje met nog een klein beetje wat antiek spul erin. En onze en lampen nog. Kijk. En we hadden toen nog hele mooie ouderwetse Duplo-lampen. Ja, de Duplo-lamp zeg ik altijd, die is gekomen na de carbidlamp. Ja. Super. Dat mag zijn. Wat heb je daar voor moois? Och, leuk mensen. Ja, dit is mooi. Je kunt je natuurlijk voorstellen, tegenwoordig, ik pak mijn telefoon en ik betaal. Of je pakt je creditkaart, je pinpas. Maar ja, in de tijd dat we dat nog niet hadden en er moest bijvoorbeeld een buitenlandse ja, bezoeker, ja, je wilde betalen, dan pakte je dit ding en dan, ja, dan moest je... Hoe, ja, je moest hem in drukken volgens mij. Ja. Dat is een goeie. Moet je nagaan, we zijn al helemaal uit de tijd alweer ja, weg. Ja, dat is gebeurd. Ja. Maar dit was dus echt de ritsrats, ja, je, had je een eigen nummer, je hebt dus het nummer van de creditkaart en een eigen pas erbij. En die combinatie, dat velletje papier, stuur je op naar de administratie en dan werd het geld ja, van die rekening afgehaald, als je geluk had. Oh, ik heb hem al. Ondertussen. Hier zat het pennetje. Oh, ja, want ja, dat, zat, dat kaartje moest erin zachten. Ja, ja. Nou, Johnny, ik zie hier de dikke vandaal staan. Wat is dit allemaal aan boekwerk? Dit was vroeger onze technische helpdesk die we tegenwoordig hebben. Tegenwoordig hebben we een telefoontje hebben en dan bellen we met de technische helpdesk. Vroeger hadden wij hier een hele mooie autodata hadden we hier. En hier stond echt alles stond hierin. Jongen, wat een pillen van de boek. Ja, ik ga het eens even laten zien. Hier stonden alle dingetjes stonden hierin. Met schema's stonden er allemaal bij. Die konden we zo konden we nagaan. Ja, fantastisch. Kijk, ik vind het toch, het heeft nog iets tastbaars. Blijft ja, mooi. Dit blijft heel mooi. Ja. Dus dit zijn de dingetjes van. Nou, hiernaast hebben we hier. We moesten ook de klanten inschrijven, we moesten een andere inroepen. We hadden een krediet, hadden ja, wij. Ja, het rode boekje. Het beruchte rode boekje. Het rode boekje. Ja, we hadden hier de inschrijvingen. We hebben hier... In China hadden ze ook een ja, rood boekje, maar dat was dan de Mao Tse Tung boekje. Maar dit boekje, dit blijft mij ook bij. Ja. Het EHBO, want we konden vanzelf ook bij ongevallen komen we. Dus dan konden we invullen van jongens, wat is er aan de hand allemaal. En dan hebben we hier nog hebben we de inschrijvingen nog voor de buitenlanders. Geweldig. Ja. Ja, er is... Nou, veel veranderd, er is een hoop, is er dus ja, digitaal, alles is digitaal geworden ja, tegenwoordig. Maar de oude boeken en vooral het tastbaar, die de richting wijzen. Ja. Geen richting aanwijzen, maar dit was eigenlijk ons boek met ja, alle regeltjes en alle spelregeltjes voor ons. Perfect. En niet vergeten. De belgids. Ja. En de handleiding, ja kijk, dit is de handleiding dus van het hele mooie twinsysteem wat daar dus zit. En ja, na verloop van tijd dan ken je dat wel. Fantastisch. Kijk eens, het boek ziet er een beetje gehavend uit. Dat geeft ook niet, het is natuurlijk altijd gebruikt. Maar het is relatief, vind ik, nog niet eens zo oud. 2004. Fantastisch. Alles wordt natuurlijk in ere hersteld. En dan staat er weer een mooie ja, retro, niet een retro, een echte oude Wegenwachtauto. Ja, en eigenlijk moet je zelf natuurlijk ook weer in dezelfde tenue komen. Ja, dus laten we dat gaan doen. Nou, kijk eens, helemaal in het tenue van toen de tijd. De mooie jas met stropdas hangt er nog achter.
Maar ik mis één ding, Johnny. De pet. Ik heb hem meegenomen. Kijk, en die pet past ons allemaal. Precies. Kijk. Het lijkt wel politie, jongens. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik kom natuurlijk terug bij Johnny om te kijken hoe het allemaal gegaan is. Of in ieder geval de vorderingen zijn. En ja, we gaan het zien. Ja. Bedankt, Johnny. Graag gedaan. En tot ziens. Goeie reis terug. Dank je. Tot zover deze aflevering. En er komt natuurlijk ook nog een deel 2, wat ik al zei. Maar ik ga nog iemand bezoeken. En dat ga je zien in de volgende video. Heb je wel eens een lampje en weet je niet wat het doet? Kun je gerust de wegenwacht bellen. Of kijk een van onze vlogs. Daar komen de meeste ook in voor. En als je toch aan het kijken bent, kun je tegelijkertijd abonneren.